Als u op mij stemt, dan ga ik me hard maken voor het allerbeste onderwijs in Enschede, zodat onze kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. D66 wil zich inzetten voor goed onderwijs, goed wonen en goed werk, maar ook dat we een stad blijven waar iedereen welkom is en iedereen mee kan doen. Er zijn voor het eerst partijen in Enschede die ook groepen willen uitsluiten. D66 heet iedereen welkom. Enschede, dat zijn we samen. Dus stem D66. Ik ben bedrijfskundig, werktuigbouwkundig ingenieur en bedrijfsanalist. In de laatste jaren werkzaam als interim manager en ben dus echt gewend om problemen op te lossen, aan te pakken en oplossingen aan te dragen. Wij willen ons graag inzetten voor meer zorg in de wijk, betere veiligheid in de wijk, meer burgerinspraak. Er zijn genoeg problemen die wij lokaal moeten oplossen. Denk maar aan de zwembadproblematiek, denk aan de difter. Het is aan u waar u uw stem op geeft, maar kijk goed en kritisch naar alles wat er gezegd wordt en met welke onderbouwing. Want dat is uw stem. En laat die niet verloren gaan. Ga 21 maart stemmen. Stem op opa. Stem op lijst 9. Men hoeft niet per se op mij te stemmen. Dat mag en dat kan, want daar ben je ook een lijsttrekker voor. Maar Burgerbelang Enschede heeft een kieslijst met 27 mensen met kennis en kunde. Waar ik mij voor in wil zetten is dat de betrokkenheid van burgers bij de Enschedese politiek absoluut weer vergroot, verbetert. We hebben daar al een hele wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren. Omdat we de afgelopen 4 jaar in Enschede in de coalitie hebben gezeten en daar een bijdrage aan hebben geleverd. Wat ik kwijt wil is dat ik ervan uitga, hoop, verwacht en vertrouw op de mensen in onze stad. Dat zij verstandig stemmen, dat men überhaupt gaat stemmen. En als men dat dan doet, dat men dat doet op de lokale partij van Enschede, Burgerbelangen. Stem op mij als je bent voor een heldere en eerlijke, betrouwbare politiek in Enschede. Stem op mij als je ook wilt inzetten op de toekomst van Enschede. Kansen gebruiken van de economische ontwikkelingen die er zijn. Stem op mij als je ervoor bent dat iedereen meetelt in Enschede. Dat er kansen zijn voor iedereen. Stem op mij als je ook staat voor een christelijke politiek gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Ik wil mij in de komende periode met name gaan inzetten op het gebruiken van de kansen die er zijn in onze stad en de regio. Naar de economische ontwikkelingen die er zijn. Volop mogelijkheden zijn er, die moeten we volop gebruiken. Maar daarbij moeten we ook de balans vinden dat iedereen mee kan doen hier in deze maatschappij. Dat het niet alleen gaat om de hoger opgeleide, maar ook op degene de middel- en de lagere banen. Dat we ook daar volop inzetten, dat we die niet vergeten. Ja, ik wil iedereen oproepen om mee te doen in deze stad. En dus ook mee te doen op 21 maart. Ga stemmen. Laat je stem horen. Doe mee. Samen geloven wij in Enschede. Samen bouwen wij aan de verdere toekomst voor Enschede. 21 maart. Ga stemmen. Ik sta midden in de samenleving, ik weet wat er speelt. Ik kom bij mensen op bezoek, ik kom bij bedrijven, ik kom bij speeltuinen, ik kom bij sportorganisatie. Kortom, ik weet wat er speelt. Ik wil me inzetten voor een schone en veilige stad. Veilige stad, we willen af van de drugsproblematiek hier met name in de binnenstad in Glanenbrug. Ik ga voor een schone stad, dus weg met het afvaldump. Ja, kiest u voor een schone, veilige stad, een bruisende binnenstad, dan kiest u voor het CDA. Afgelopen jaar is Enschede enorm gegroeid. Ik heb dat van dichtbij gezien hier in de binnenstad. En ik vind dat die groei, dat de komende jaren iedereen daar weer wat van moet gaan merken. Wij willen ons als VVD inzetten voor een veilige stad. Een stad waarin iedereen wat merkt van die groei. Maar ook een stad waar je gewoon fijn kunt wonen. Waar in jouw buurt het groen onderhoud goed voor elkaar is. En waar het afval op straat, waar er tenminste wat aan gedaan wordt door de gemeente. Dus bijvoorbeeld moet de grijze bak die sommige partijen weg willen halen, die moet wat ons betreft gewoon wel blijven. Als op 21 maart u in het stemhokje staat en u denkt na over de toekomst van Enschede en u vindt ook dat onze stad verder mag groeien, dat die veilig moet blijven, dat die leefbaar moet blijven en dat het gewoon een fijne stad is om te wonen en te werken, nou stem dan vooral op de VVD.